Six FIFA, cool. See how much I'm on? Oh, no way! No way! Mum! 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 Yeah? I'm on 443 subscribers! Who gives a shit? Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zitten wij op Frusky Games en gaan wij een nieuw event doen die ik en Blaze hebben bedacht en die heet Gerlof 6. Dus drop zeker een like en dan laten we maar meteen beginnen. Oké mensen, op nummer 1 hebben wij XRC, Zonkyo Junior, Chasing Q, Eensappig Eentje, Flament, Sam Lee, Labraton Vos en G8L. De echte. Oké jongens, Gerlof 6, Jump. Als eerste in het gat. Oké, Chasing Q. Oké, dit moet ik zo in. Als eerste jongens, jump erin. En Flament is als laatst. Oké. Chasing Q heeft deze gewonnen. En ja. Thanks for the kill. Jongens, op naar de volgende. Oké jongens, ronde nummer 2 is Vang iets. Maakt niet uit wat. Oké, ik ben benieuwd wie er als eerste een, iets gaat vangen. Ik heb ze net een lilypad gevangen. Maar ik ben heel erg benieuwd wie er wat heeft. Hey jongens, niet elkaar vishengelen. Niet doen. Oh! Lepatron Vos heeft gewonnen met een hele mooie rauwe vis. Nou, dan gaan we even wachten wie de tweede en derde gaat worden. Oké, dit is heel spannend. En dat is Flamend met een... Wat heeft hij gevonden? Oeh, geef eens. Flamend met een Fisher Rod met Lure 2 en een Breaking 3. En op nummer... Oh! En op nummer 3 Chasing. En een sabber eentje ook. En iedereen vangt nu allemaal shit. Jongens, laten we gaan naar de derde ronde. Oké mensen, we zijn bij ronde nummer 3. Jongens, hebben jullie allemaal een waterbucket? Oké, hou hem dus in je hand. En wie als eerste MLG't? Nog niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, jullie mogen jumpen in 3, 2, 1, go. En volgens mij was Flamend als eerste. Goed gedaan. Oké jongens, laten we gaan. Naar ronde nummer 4. Oké jongens, Gerlof 6. Bouw een F. F. Een goede F. Een duidelijke F. XRC was als eerst volgens mij. Dus goed gedaan RC. Oké jongens, we zijn bij ronde nummer 5 aangekomen en dat is... Ik ga het eventjes voordoen, hun doen het met wol, ik doe het met stone. Je moet zo ver mogelijk zien te komen, hoe heet het ook alweer? Jitterbridge volgens mij heet dit. Ja, jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go! Kom op jongens. Chasing is af. Pink is ook af. Blokje staan, één stap er eentje af, Zankje Junior af. Yo, jij bent af. Oké jongens. Oké, de mensen die nu verder zijn, ga naar de grond. Oh, dit is heel goed van RC. Kom op. En RC is eerste. Oké. Assembly's en blokken zijn op. Assembly is tweede en Flamend is derde. Jongens. GG in de chat. Op naar de volgende ronde. Oké jongens, jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go. Oké, Chasing heeft hem als eerste gekilled. Goed gedaan. Well played. Oké jongens, we zijn aangekomen in de volgende ronde. Jongens, je moet
bij de overkant als eerste zien te komen en je moet het zwemmen. Je mag het niet met blocks doen, je moet het zwemmen doen. Ja, je mag elkaar boosten, maar ja, dan win je zelf niet. Geen stone. Oké, dan mogen jullie nu gaan. RC heeft momenteel een voorsprong. Lepatron Vos is ook al redelijk ver. En dit kan sneller, boys, zegt de dev Simgar. Oké. RC en Lepatron Vos, die zijn heel aardig ver. Oh, Samly, je mag geen blokken gebruiken. Dus ook niet water en zo, want dat is ook een blok. Ik sap er eentje. What the fuck? Jongen, oké. Gerechtel boost zichzelf is heel slim. Oké. Samly, een sappig eentje en Gerechtel als derde. Goed gedaan, eentje. Jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go. Gebruik blokken om dit te overbruggen. RC is geëlimineerd en jij ook. Kom op. Wie hit als eerste de horse aan? Lepatron Vos. Goed gedaan, man. Jij hebt deze ronde gewonnen. Goed gedaan. Oké, mensen. De volgende ronde wordt een soort verstoppertje. Jullie moeten mij zien te vinden, maar jullie moeten hier nog even blijven staan. Want ik ga mijzelf verstoppen. Jullie mogen nu beginnen. Succes. 1 hour later. Oké. Jongens, ik heb ergens een ingang gemaakt. In de map. Dus waar jullie zo net allemaal liepen. Daar kan jij. Dan is er gewoon ergens een geheime gang of zo. Oh shit. XRC heeft gewonnen. Goed gedaan, man. Hier, kijk jongens, ik doe even slash toernooi. Oh, hier jongens, jullie kunnen nu slash toernooi. Kunnen jullie ook even kijken waar het was? Kijk, het was hier, zeg maar. En dan kon je hier naar beneden jumpen. Het was hier. Oké, mensen, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet deze video zeker niet even een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.